Urban Toner, de oudste kleinzoon van Martin. Oudste zoon van Ezo. Helaas, Ezo had ik gevraagd om haar of hij dit soort evenementen in het 100ste geboortejaar van zijn vader wilde bijwonen. En mijn vader zegt, ja, ik ben op leeftijd. Heel graag draag ik dit soort dingen over aan de volgende generatie. En het is mij een hele eer om hier te mogen staan. Ik heb vroeger in Ierland gewoond, tot mijn 19e. En ik wist niets van wat mijn grootvader allemaal aan het doen was. Ja, ik wist wel, ik was wel in zijn tekenkamer geweest. En als kind herinner ik mij dat ik als zijn tekenkamer binnenkwam, dat was altijd op afspraak. En er was altijd, vroeger rookte hij nogal. En als kind kwam ik naar binnen toe, keek naar boven toe en er zat een soort wolkenlaag in zijn werkkamer. Ja, vandaag de dag zouden we zeggen, dat is niet echt gezond, hè, voor zo'n jonge jongen. En ik mocht met godsgratie mocht ik ergens in een hoek gaan zitten. Ik mocht niet praten, want dan haalde ik mijn grootvader uit zijn concentratie. En toen kwam er een strook papier op tafel. En dan zag ik al dat het een beetje was voorbereid, want zo was hij wel, heel ijdel. Hij wilde niet alles laten zien, de geheimen van het vak, want dat wilde ik graag weten. En toen met een inkpotje begon hij zijn tekeningen in te inkten. Maar ik mocht niet zeggen, ik mocht niet bewegen, want eens zo'n pennenstreek fout, dat was weer tekening weggooien en opnieuw beginnen. Ik ben heel blij om te zien, ja, iedereen denkt dat de hoofdrolspeler een bommelende poes hier wordt afgebeeld. Gelukkig wordt hij heel klein afgebeeld, bommels bijna niet te zien. Maar de hoofdrolspelers, ik denk als iedereen de werk van Toon bekent, ik was altijd gefascineerd van de bomen. Ik zocht juist de gezichten. Wat had een boom te vertellen? Dat bepaalde de sfeer van een tekening. En ik ben heel blij om zo'n tekening te zien waar zijn hoofdrolspeler bomen. Een van de vele bomen die worden afgebeeld. Zodra Bommel buiten was, moest er een boom in het teken zijn. Ook al zijn er op de achtergrond, coniferen, maakt niet uit. Maar ik nodig jullie uit als jullie volgende keer kijken naar de bomen. Niet alleen naar deze ene unieke prent kijken, maar inderdaad, dan kan ik even controleren. Inderdaad, het is inderdaad de handtekening van mijn grootvader. En het was op een goede dag. En dus hebben een goede bui getrokken, want hij had echt een versleten duim. Ik vind het heel knap om te horen dat hij inderdaad 600 maal een handtekening heeft ingepast. En dan moet je zien hoeveel overtuigingskracht hier Matler heeft moeten. Ik weet niet, heb je een bodyguard achtergelaten om het niet te gaan? Nee, maar een hele eer om dit te mogen ontvangen namens de Stichting Toon Auteursrecht. Ik ga u dit overhandigen. Ik hoop dat het een ereplaats in uw galerij zal krijgen. Ik begrijp uit uw verhaal dat de herinneringen en de gedachten nog mooi. Mag ik zeggen dat dit een boom van een prent is? Dank u wel. Ik ga het woord geven aan Dr. Wim Hazeu voor zijn fabelachtige boek waaruit hij gaat voorlezen.